De technieksector kampt nog steeds met een tekort aan mensen. Een manier om dit hopelijk te verbeteren is leerlingen al vroeg in aanraking te laten komen met techniek. We hopen dat leerlingen weten wat er in hun omgeving is, want heel veel bedrijven zijn normaal deurdicht en die zie je niet van binnen. We hopen hiermee te bereiken dat leerlingen weten wat er in hun omgeving te koop is aan technische bedrijven. En dat leerlingen ontdekken dat de techniek misschien wel heel goed bij ze past. Dus dat er potentiële leerlingen naar de bedrijven toe komen. Kinderen hoeven zeker niet alleen te luisteren, maar mogen ook zelf de handen uit de mouwen steken en aan de slag. Ieder leerling bezoekt één bedrijf en de bedoeling is dat ze wat zien, horen, maar vooral ook doen. En dat doen kan heel verschillend zijn, het ligt een beetje aan wat het bedrijf organiseert. Maar om bezig te zijn en om vooral echt te ontdekken en te onderzoeken van hey, dit is techniek in praktijk, zo werkt het en ik vind het leuk of niet. We hebben een bedrijf wat bijvoorbeeld kinderen een elektrotechnisch werkstukje laat maken. In dit bedrijf worden stellingen gebouwd zodat er gemetseld kan worden. In weer hele andere bedrijven wordt er bijvoorbeeld een band gewisseld, een autoband. Wordt gesoldeerd, wordt gelast, er wordt van alles en nog wat gedaan. De meeste bedrijven hebben allemaal een werkstuk, een opdracht, iets wat past bij hun bedrijf, zodat kinderen echt zelf aan de slag kunnen.